Goedemorgen iedereen en hartelijk welkom bij alweer een nieuwe Energy Market News webinar. Blij dat jullie erbij zijn. Mijn naam is Niels Villers. Ik zal deze sessie van thuis modereren en hopen dat mijn internetconnectie het niet begeeft. Bij ons in de sessie zit collega Jurgen Sanders, marktexpert bij Engie. Goedemorgen Jurgen. Goedemorgen Niels. Jurgen zal jullie de komende drie kwartier wegwijs maken in het complexe macro-economisch landschap, als ook zijn leerrijke analyses van de energiemarkten met jullie delen. Dit alles zodat jullie geïnformeerde beslissingen kunnen nemen met betrekking tot de aankoop van energie. Vooraleer we van start gaan, nog even een praktische zaak. Om vragen te stellen, kunnen jullie onderaan het scherm gebruik maken van de Q&A-knop. We voorzien tijdens deze sessie twee momenten waar we jullie vragen met plezier beantwoorden. Eén na het gedeelte over de macro-economie en de oliemarkt en één na het gedeelte van de analyses van de gas- en elektriciteitsmarkt. Goed, dan stel ik voor dat we erin vliegen en geef ik graag het woord aan Jurgen. Dankjewel, Niels. Inderdaad, we gaan van start gaan, want er is zoals gewoonlijk weer heel wat te vertellen. We beginnen zoals gewoonlijk met de globale context. En daar hoeft natuurlijk niet te verwonderen dat we zullen spreken over voornamelijk coronavirus. Toch in de eerste instantie. Zoals u kunt zien in de grafiek hierbovenaan, blijft het aantal cases nog altijd aangroeien, maar dit wordt ietsje minder snel dan voorheen. Het aantal doden die in de laatste drie dagen gebeurt, dus hier keer de gemiddelde daarvan, daalt ook wereldwijd. Maar wat we wel zien, is dat voornamelijk de daling in het nieuwe aantal cases in de gevestigde economieën voornamelijk gebeurt, terwijl in de developing countries dat daar nu de meeste nieuwe cases gebeuren. Eén ding dat we ook mogen aanhalen, is dat er toch in China opnieuw wordt gesproken van verdere lockdowns, opnieuw in plaats van lockdowns, omdat men denkt dat er misschien wel een tweede wave op komst is. Om te kijken naar wat de impacten zijn, ja, dus de slechte cijfers van de vorige webinar die blijven zich verder bevestigen. April ziet er zeker nog slechter uit dan wat er gebeurd is in maart, ook hier in Europa. Dus nog altijd een zeer sterke contractie. Munt on munt natuurlijk. Hè. Dus dat betekent dat we nog altijd in een slechte papieren zouden kunnen zitten. Kijken naar de retail sales. Ook hier een zeer sterke vertraging in maart en in april dan daarna ook. Mei ziet er naar uit dat we hoogstwaarschijnlijk gelijkaardige cijfers gaan krijgen. Al beginnen die langzamer beter te worden. China begint een zekere... jump back te nemen naar de normaalere niveaus, maar we blijven nog altijd ver onder wat normaal gezien de activiteit zou moeten zijn. Een belangrijk punt ook is dat we zien wereldwijd, of toch zeker in de developing economies, dat de mensen veel meer aan het sparen zijn. Dus dat betekent dan ook dat het allemaal geld is die niet in de economie terechtkomt. Dat is dus ondanks het feit dat er zoveel liquiditeit wordt verschaft door de centrale banken, dat die dus wel voor een groot deel eigenlijk wordt opgepot door de mensen. Dus dat is ook opnieuw iets dat een vertraging van eventuele van de economie kan meebrengen en dus eigenlijk dat die herstel moeilijker zal verlopen. Zoals ik al zei, dus in mei zien we langzamerhand dat er wat herstel begint te komen. We zien hier in de manufacturing PMI's van de belangrijkste landen dat die toch allemaal een stuk terugkomen van hun dieptepunt vanuit april. Maar we blijven nog altijd op niveaus die eerder op contractie wijzen dan iets anders. Enkel in China kunnen we zien hier in de services komen we terug op niveaus die we voorheen zagen. Bij de andere landen zijn we nog niet op dat punt. Maar dat is ook een beetje normaal. We hebben ook de coronagolf hier wat later gekregen. De vorige keren had ik ook gesproken over die jobless claims in de US. Dat zijn eigenlijk de aanvragen voor ondersteuning in het geval van werkloosheid. Die waren enorm hard gestegen eind maart. Hè. Dus dat is waarschijnlijk dan voor de maanden april en eventueel mei. Maar die zijn een heel stuk al teruggekomen. Dus dat betekent dan ook, als we gaan kijken naar de jobreports in de US, dat die ook al een stuk beter er beginnen uit te zien. Het is nog altijd Niet een positief verhaal, maar we zien wel dat er toch een heel sterke rebound terugkomt. Sneller dan eigenlijk verwacht. Waardoor dat we natuurlijk misschien sneller dan toch die recovery zullen kunnen starten. Maar over het algemeen, als we gaan kijken naar
de GDP. Ook al zijn er opnieuw mensen die, wat meer mensen die aan de slag gaan, als we hier kijken tot in juni, zien we nog altijd dat de US GDP nog een ferm onder die van de normale niveaus liggen. Hè. Dus normaal zou die moeten lichtjes positief zijn. En nu zitten we nog altijd rond de min 10 à min 11 procent. Pardon, nog altijd lijkt het heel moeilijk. En zien we dan ook dat, dat het waarschijnlijk wel nog eventjes zal duren, ondanks het feit dat lockdowns overal worden opgeheven. Nu in de US, natuurlijk een beetje een apart verhaal, want in de verschillende staten zijn er verschillende verhalen te vertellen. Maar zeker ook met de protesten die er nu gebeuren op dit moment, helpt het niet om heel de confinement en de beperking van besmetting te laten doorgaan. Kijken we naar de groei. We hebben bij Indigo Markets nieuwe cijfers berekend voor de maand juni. Kwestie van wat wij denken dat de groei zal zijn in 2020. Het IMF heeft nog niet zijn cijfers geüpdate, dus die zijn nog dezelfde van de vorige keer. En daar zien we inderdaad, ja, hier in de eurozone zijn de verschillende grote landen tot min 11%. Hier zien we voor Italië in groei voor dit jaar. De andere groeilanden, gevestigde waarden, Duitsland, Frankrijk en Spanje, die doen zeker ook niet achter. Die zitten ook op heel slechte papieren op dit moment. Wereldwijd spreken we zelfs van min 3%. China valt terug op nul. Hè, dus niet echt een contractie nog, maar zeker geen groei meer. Dat is naar jaren van 6 tot en met 10% groei dat er wereldwijd, dat er ieder jaar werd gemaakt. Zien dat het is nog altijd dus een lichtjes positief of op nul komt te staan, met dan de bedoeling om een redelijk harde jump te maken terug in 2021. Dat is al sinds toch wat de voorspellingen nu zijn. Het blijft moeilijk om verder te voorspellen van wat gaat deze economische crisis ons verder brengen. De risico op een tweede wave blijft nog altijd bestaan. Zeker als we kijken naar China, beginnen daar al elementen van op te komen. Maar we zullen hoogstwaarschijnlijk die effecten blijven voelen voor een lange periode. Waarschijnlijk tot eind 2021, als het niet langer is, zullen we de effecten voelen van de coronacrisis. De financiële markten daarentegen, die blijven absoluut heel optimistisch. Als we hier kijken rechtsboven, zien we dan dat die S&P 500... de Eurostoxx en zo meer, allemaal terugkomen naar niveaus van net de piek voor heel het corona explodeerde eind vorig jaar, begin dit jaar. Wat eigenlijk echt wel verwonderlijk is, want natuurlijk de economie zelf, als we gaan kijken naar de fundamenten, die doet het absoluut niet goed. Bankruptcies zijn on the rise, leningen worden minder afbetaald. Over het algemeen zou de aandelenmarkten dit niet mogen niet mogen zo'n goede cijfers tonen. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met de acties van de centrale bank, de Fed en de ECB, die allebei sterk hebben begonnen met het injecteren van liquiditeit, dus het bijdrukken van dollars en van euro's, om zo de economie te ondersteunen. Ik heb zelfs net van vandaag nog een bericht gezien ook, dat de Fed zelfs van plan is om nu ook eigenlijk aandelenpakketten beginnen aan te kopen, dus eigenlijk equity ook aan te kopen, om ook verder de economie te gaan steunen. In welke mate dat een positieve evolutie is, vraag ik mij wel af. Want op een bepaald moment, men kan niet blijven schuld kopen, op een bepaald moment zal die schuld ook moeten betaald worden. Zoals ook wordt vermeld op de aandelenmarkten, het is nog nooit zo sterk gestegen in zo'n korte en snelle periode, sinds de tech-bubble van 2000, van de tech-bubble van 2000, van 1999 tot 2000, waar toen natuurlijk ook een crash is gevolgd. Dus opnieuw, we houden ons hart vast dat dit niet enkel maar een kleine uptick is. We zien eigenlijk dat er nu al een correctie is gebeurd van die hoogtepunten. Dat is voornamelijk dan door het nieuwsbericht vanuit China dat er een tweede wave misschien wel komt van de coronavirusbesmettingen. Nou, laten we hopen dat het inderdaad dus verder blijft standhouden. Wat is er anders nog aan het gebeuren wereldwijd? Want we mogen ook niet vergeten, corona is één verhaal. Maar er zijn natuurlijk nog andere dingen die ook gebeuren. Ik heb er drie uitgehaald, die wel van belang zijn om toch het een en het ander over te zeggen. Het eerste natuurlijk, en dat zien we zelfs hier met spillover effects in Europa, zien we eigenlijk dat er sinds de moord op George Floyd door een politieman,
tijdens een arrestatie, dat er overal protesten zijn uitgebroken, nu onder de naam voornamelijk van Black Lives Matter. Ik denk dat iedereen daar wel van zal gehoord hebben. We zien hier op het kaartje al de verschillende protesten die er over de United States aan het gebeuren zijn van minstens 100 personen. En dit wordt blijkbaar alsmaar erger en erger met riots. Er wordt enorm veel destructie van private property gedaan. Dus winkels worden geplunderd, standbeelden worden omvergeworpen. Er is zelfs nu in Seattle, rond de Capitol Hill van Seattle, is er nu zelfs een autonome zone waarbij wordt gevraagd van de politie om zich eruit te verwijderen. Een gebied van een 1 of 2 vierkante kilometer, waar men zelfs zegt van wij willen niet langer dat de politie hier acteert. Dus ik denk dat we in dit geval door de grootte en de verbreidheid, en zeker ook wetende, iedereen komt uit lockdown, iedereen is gefrustreerd, mensen zijn jobs kwijt, mensen hebben misschien tragedies ondergaan in de familie, dat dit allemaal zeker ook meespeelt in nu de verhitte gemoederen die er zijn. En hoogstwaarschijnlijk zullen we nog verder effecten hiervan gaan zien. Een tweede punt dat ik ook wil ophalen is van vorig jaar, eind vorig jaar, hadden we de fameuze aanslag op de olieinstallaties van Saudi-Arabië, van Aramco, die door drones en missiles zijn uitgevoerd geweest. Ze kwamen uit Jemen. Maar er is dus een rapport uitgekomen, nu een paar dagen geleden, vanuit de UN, als zijnde dat er zeker wordt gesproken van Iraanse steun of inmenging in deze aanslag. Nu op zich, dat was altijd al een klein beetje vermoed, maar nu dat het de UN officieel hier naar voren komt, betekent ook dat ook daar de relaties tussen de verschillende partijen in de regio hoogstwaarschijnlijk weer verder zullen oplaaien. Zeker omdat Iran natuurlijk alles ontkent. Maar het ziet er naar uit dat de gesofisticeerde manier waarop die aanslagen zijn gebeurd geweest, over hele grote afstanden, dat hiervoor een grotere steun nodig was. Dus van een staat, met name dan Iran. Een derde punt die ik ook toch eventjes wil opsommen. Niet door zijn directe effect op energie, maar toch de verdere een beetje expansie van het buitenlands beleid van China. Dus die hebben een regio hier waarbij dat ze de grens samen hebben met India, waar dat er een aantal terreinen zijn of gebieden zijn waarover dat dus disputes zijn, hè, waarover we eigenlijk gaan discussiëren van aan wie die toebehoren. En hier nu in die western sector zijn er terug clashes gekomen tussen verschillende patrouilles van Chinese en Indiaanse militairen. India is al langer bezig met het bouwen van grote infrastructuurprojecten, met andere woorden, dus wegen aan het bouwen, bruggen aan het bouwen en zo en allemaal, in die regio's, om die te laten economisch te gaan heropleven. En nu blijkbaar zou China al troepen hebben gestuurd, ook zwaar materieel, dus tanks, zwaar geschut en zo, in die regio. Dat is natuurlijk van een groot belang, want dat toont opnieuw aan dat China zich aan het herprofileren is van een opkomende economie naar een gevestigde wereldmacht en zich ook wel zo gaan profileren en eigenlijk zijn stempel wil drukken in de regio. Dus dat hoogstwaarschijnlijk gaan we zo'n soort conflicten ook naar de toekomst meer zien opkomen. En dat zal dan ook belangrijk zijn natuurlijk voor de algemene energieprijzen, olie en zo, als China zich meer begint te bewegen. Goed, dat was het voor macro. Ik stel voor dat we al een kort doorgaan naar de olie op dit moment. Dus hier hebben we toch een redelijk sterke stijging van de prijzen gezien sinds het dieptepunt. Hè. Dus het is de Brent dat we hier zien, de Brent First Nearby. Het was het WTI, hè, dus de indicator in de West Texas Intermediate, die negatief was gegaan. Dat had natuurlijk ook zijn impact getoond op de Brent prices hier in Europa. We hebben een stijging gekregen tot iets boven de $40 per vat. Maar op dit moment ziet het er toch naar uit dat er niet veel verdere stijging komt. Dus dan al een paar dagen terug, nu onder de $40 per vat. Het ziet er nog altijd moeilijk uit, zeker met vrezen voor een nieuwe golf, nieuwe lockdowns, verdere economische recessie. Ziet het er naar uit dat er misschien wel eens moeilijk zal zijn om die olieprijzen verder te laten stijgen. We zitten namelijk op gigantisch grote stockpiles van olie en ook van geraffineerde producten, waardoor het moeilijk is om die prijzen snel te laten stijgen. Bijkomend bericht daar ook daarvan is dat ik
Onlangs heb ik gelezen dat de aantal orders voor trucks in de US gevallen is tot zijn niveau van 2011. Dus dat is ook net met de financiële crisis die we toen hadden. De vraag is natuurlijk, ja, in de zekere zin van hoe snel gaat die schalieolie zich terug herstellen? Zeker voor de US is dat van groot belang, want dat is natuurlijk de meest flexibele producent. We zien dat de aantal rigs in use een ferme daling heeft gemaakt. Nu en ook dat de forecast naar tot het einde van dit jaar nog altijd een ferme daling aantoont in de rig count. Maar ja, die kunnen ze natuurlijk heel snel terug beginnen openen terug. Dat betekent dan ook dat bij het minste beetje dat de olieprijs zou kunnen stijgen, dat dan ook de schalieolie snel zou kunnen terugkomen. Kijken we heel eventjes, ja, de correctie die er is gebeurd, is toch wel redelijk hard over de maand van april. Hebben we toch een beperking gezien van 1 miljoen barrels per day dit is niet de miljoen barrels per day, maar dat is in de US rig count, die er toch een stuk naar beneden is gevallen in april. Maar we zien dat dit toch ook al een klein beetje beperkt wordt, is dat het meeste eigenlijk al eruit is. Dus opnieuw, doordat die flexibiliteit daar zit in dat land, betekent dat ook opnieuw dat we moeilijk hogere prijzen gaan zijn. Natuurlijk laten we ervan uitgaan dat er geen andere hotspots of broeihaarden komen wereldwijd die de prijzen zouden naar boven stuwen. Maar het ziet er natuurlijk naar uit dat we er lagere prijzen gaan zien voor een langere periode. Dus dat wordt ook een beetje bevestigd door de outlook. Nu, we zien hier in een heel positief scenario, waarbij alles heel goed verloopt, zien we prijzen die terugkomen tegen 2021 boven de $50 per vat. Dat is natuurlijk, mochten de OPEC-cuts blijven verder lopen en dat alles blijft goed lopen zoals het zou moeten zijn en de groei zwengelt terug aan, dan kunnen we inderdaad die prijzen zien. Langs de andere kant, als die tweede wijf er toch zou komen, de economische recessie bevestigt zich verder, dan gaan we hoogstwaarschijnlijk moeite hebben om boven zelfs de $45 per vat uit te komen. Dat zal onvoldoende zijn hoogstwaarschijnlijk ook om schalieolie verder aan te trekken. Maar wat dat ook betekent, is dat we sowieso alles van investeringen die in 2020, in de tweede helft van 2020, maar ook in 2021 hadden moeten gebeuren, dat die ook tegen eind 2021 al zouden kunnen impacten tonen om ja, dat er eigenlijk een beperktere supply is. En die dan misschien wel weer de prijzen zou kunnen naar boven stuwen. Goed, ik vraag me af of er al vragen zijn, Niels? Ja, dankjewel Jurgen voor deze twee zeer interessante analyses. Even inderdaad zien of er wat vragen binnenkomen. Dus een eerste vraag die we al hebben is hoe ver kan de OPEC Plus eigenlijk de prijzen voor olie blijven ondersteunen in deze context van lage vraag? Ik denk dat de microfoon gemute is. Moet even inderdaad. Zien. Ja. De OPEC Plus. Dus de OPEC is voornamelijk Saudi-Arabië. Plus bedoelen we dan daarmee natuurlijk Rusland, die daar dan bij hoort. Het blijft op dit moment nog altijd een zeer los en informeel akkoord. Hè. Dus de mogelijkheid bestaat altijd dat een of andere van de partijen die op dit moment, en dit is zelfs OPEC Plus uitgebreid, samen met onder andere US, Canada, Noorwegen en zo, Mexico, die allemaal meedoen op dit moment om zoveel mogelijk de productie te gaan beperken. Dus op dit moment zullen we hoogstwaarschijnlijk verder een continuatie zien van zo'n informeel akkoord. Nu, op zich is het enkel maar in Saudi-Arabië, Rusland en andere zo'n landen waar de oliebedrijven staatsbedrijven zijn, waar men echt effectief kan die beperking gaan plaatsen op de productie. Landen zoals Canada en de US natuurlijk zijn eerder privébedrijven. Dus dat zal altijd moeilijk zijn om daar grote inspanningen van te gaan vragen, hè, want die reageren louter en alleen op de prijs. Dus ik denk dan ook dat we gaan zien naar de toekomst dat die spanningen verder zullen oplopen opnieuw tussen de verschillende leden van dit informele akkoord. Waarom?
ja, Saudi-Arabië en eventueel Rusland zullen inspanningen doen. Andere landen, zoals US en Canada, zullen vanaf het moment dat er hogere prijzen komen, zullen die terug beginnen productie verder openen. En dat dan eigenlijk druk zal komen tussen de verschillende partijen. En dat er zelfs eventueel terug kan een verhoging van die productie komen. Ook ondanks het feit dat die vraag naar olie heel laag is. Okay, dat zal deze zomer ons uitwijzen. Ja. Ja, goed. Wij hebben voor het moment geen andere vragen. Dus ik stel voor dat we overgaan naar gas. Sectie met betrekking tot gas. Aan alle deelnemers, blijf gerust jullie vragen stellen als jullie er nog hebben. We voorzien straks nog een moment om deze te beantwoorden. Oké, doe. Goed, gas. Daar zijn er natuurlijk niet spectaculair veel berichten te brengen, behalve die we eigenlijk al weten. Natuurlijk, de vraag naar gas die is een klein beetje aan het herstellen hier in Europa. Met het begin van het einde van de lockdowns, vanaf mei ongeveer, zien we dat die daling minder hard wordt en dat we terugkomen in de range van de laatste jaren. Maar over het algemeen blijven we toch nog altijd zien dat we eerder op de lagere niveaus zitten. We zitten dus nog altijd een flink pak naar de vraag naar gas, een flink pak onder wat we vorig jaar hebben gezien in 2019. Dat is natuurlijk de algemene vraag. Gaan we gaan kijken naar het niet-residentiële vraag, dus eerder binnen de industrie en ook voor de productie van elektriciteit, dan zien we dat het verschil ietsje kleiner wordt en dat we al wat meer beginnen te komen richting de niveaus van 2019 of de niveaus van vorige jaren. Langs de andere kant, de vraag naar gas in China blijkt sterk aan te zwengelen, zeker als we gaan afgaan op de importaties van LNG, waar we zelfs een pak meer, we zien zelfs tot 2 BCM meer gas dat er wordt gevraagd in China in mei ten opzichte van vorig jaar. Dat is een ferme stijging nog altijd. En dan is dan ook natuurlijk de vraag, hoogstwaarschijnlijk profiteert China op dit moment van de lage prijzen voor LNG om zo op een goedkopere manier energie te gaan produceren. LNG over het algemeen blijft een enorme oversupply wereldwijd. We zien Qatar zit opnieuw aan de bovenkant van zijn range, blijft zware volumes exporteren wereldwijd. US LNG daarentegen, die ook al komt die nog altijd ferm boven zijn niveaus, want die hebben natuurlijk ook ietsje minder nodig in eigen regio. We zien nog altijd dat die ferm boven de niveaus van 2019 komen. Dus dat blijft nog altijd veel LNG stuwen wereldwijd. Maar we zien wel dat er een ferme correctie is gebeurd op de LNG-supplies. Ten opzichte van bijvoorbeeld Qatar, die eigenlijk al bij al, ondanks corona, niet veel beperking heeft gezien van LNG-exportatie. Zien we eigenlijk dat in de US dat die de grote volumes hebben geminderd. Hier zien we ook, als we gaan kijken in het algemeen, voor Europa, de LNG die we binnenkrijgen in Europa blijft nog altijd in de lijn zijn van 2019. Dus het zijn ongeveer vergelijkbare volumes als wat we in 2019 hebben gezien. Begin dit jaar was het zelfs nog erboven. Nu komen we eerder op de niveaus van 2019 zelfs terecht. Er is een klein beetje een mindering gebeurd als we kijken specifiek naar de Franse terminals. Maar over het algemeen eigenlijk zien we dat die cargo deliveries van LNG zullen blijven stuwen. Er is eenvoudigweg te veel productie, te veel mogelijkheid om nog te exporteren. En dat zal hoogstwaarschijnlijk dan ook zijn impact hebben naar de toekomst toe. Hier en een aantal jaar verder, dat dan veel minder nieuwe LNG-terminals zullen beschikbaar zijn, want die investeringen die worden nu over beslist en aan de huidige prijzen zijn die natuurlijk niet in de money. Dan worden die dan ook uitgesteld. Maar dus zullen we ook waarschijnlijk dan binnen een jaar of 3, 4, 5 zien, dus voor 2024-2025, dat in die periode dat er dan ook heel weinig LNG-terminals zullen online komen. Pipeline supply, dus hier voor Europa, die is eerder aan de onderkant. Dus Noorwegen, die heeft sterk gecontracteerd, komt onder de range van de laatste 6, 7 jaar terecht zelfs. Nu voor mei, Rusland daarentegen, heel bizar, ook al zien we veel lagere niveaus dan vorig jaar, en zitten we zeker aan de onderkant van de range, daar zien we eigenlijk dat er al bij al, ondanks corona, dat er niet veel verdere beperking is geweest. We zullen natuurlijk kunnen stellen dat we eventueel normaal zijn niveaus gaan moeten zien, terug richting die van 2019 op dit moment.
Maar behalve dit zien we eigenlijk niet zo hard een daling. Dus Rusland blijft eigenlijk mooi op zijn niveau exporteren. Hoogstwaarschijnlijk proberen ze op die manier ook om aan market share bij te winnen. Ten opzichte van Noorwegen en de andere producenten in Europa. Om zo eigenlijk natuurlijk hun toekomst verder te gaan veiligstellen. Dat betekent dan ook, als we gaan kijken naar de stockages, ja, die blijven nog altijd on track. Om tegen augustus, begin augustus, hadden we eerst gezegd, nu zal het eerder al midden tot eind augustus zijn, zullen de stockages normaal gezien vol geraken. Dat is ongeveer een goede 2, misschien zelfs 3 maanden voorleer, dat ze normaal gezien historisch vol zitten. Hè. Dat is eerder tegen november normaal gezien. Dat betekent dan ook dat we hoogstwaarschijnlijk tegen het einde van dit jaar opnieuw gaan met problemen zitten. Zeker als die supply verder blijft komen, ook op LNG-gebied, dat de stockages in de Boudewag geen gas niet meer gaan kunnen stockeren, dat dit opnieuw de prijzen voor de Q4, de Q1 zullen drukken. De stockages zitten eenmaal vol. En eenmaal dat die volledig vol zitten, ja, dan moeten de prijzen naar beneden om de mensen te doen consumeren. Kijken we dan eventjes algemeen naar de prijzen. Dus je hebt hier een grafiek van 2 jaar ver ongeveer voor de kal 1, 2, 3 en 4, plus 1, 2, 3 en 4 voor TTF gas. Hè. Dat is een beetje de grote referentie. We zien dat we nu sinds begin deze week voor de 4e of 5e keer, afhankelijk van hoe je het bekijkt, die 12 euro of net onder de 12 euro aan het raken zijn. Hè. Dus dat we dus opnieuw die limieten aan het testen zijn. Nu moet er wel meteen bij zeggen dat we al iedere keer daarna een rebound hebben gehad. Hoogstwaarschijnlijk gaan we iets gelijkaardigs krijgen. Gaan we moeten wachten eerder tot in eind augustus, wanneer de stockages vol zijn, om te zien wat de situatie dan is, om eventueel de kal 21 toch nog lager te gaan zien. Mogen we ook niet vergeten, er zit een groot beheersrisico nog altijd op met een tweede wave van COVID-19. En ook ja, als die renewable production verder blijft gaan. Kort nog over de publicaties. Dus we zien dat ook voor juni op dit moment, bon, we zijn nog maar de helft van juni gepasseerd natuurlijk, maar we zien prijzen nog altijd onder de 5 euro gemiddeld voor de day ahead. Dieptepunt was in mei aan 4,5 ongeveer. Dat is een van de laagste day ahead gemiddeldes op maandbasis die we in de laatste 10 jaar hebben gezien. Ik voel dat zelfs de laagste is ooit in de laatste 10 jaar. Juni zal ook nog heel laag zijn. Het is pas vanaf ongeveer augustus dat het langzamerhand begint op te krikken. Juli en augustus die zitten allebei nu al een klein beetje boven de 5 euro per megawattuur, terwijl dat september al verder begint door te komen. Maar opnieuw, deze prijzen zullen allemaal voor de rest van dit jaar nog altijd gedrukt blijven, om de simpele reden dat ja, we zitten met overvolle stockages. Het enige dat natuurlijk de prijzen zou kunnen verder naar boven stuwen, in een zekere mate, is mocht er verdere problematieken zijn van de grote baseload-producenten, dan met name nucleair of eventueel zelfs ook de kolencentrales in Duitsland, dan kunnen we zien dat natuurlijk dat er nog meer gascentrales gaan moeten opengaan om die elektriciteitsproductie te gaan garanderen. Ook kunnen er verdere punten komen voor Nord Stream 2, waarbij dat de US opnieuw probeert om de Nord Stream 2 pijpleiding te gaan stopzetten. En dan natuurlijk ook ja, is het de grote vraag, wat zal er gebeuren in China? Als daar de groei terug opneemt en die kunnen terug zware volumes in LNG gaan opnemen, waardoor die minder naar Europa komen, dan kan het natuurlijk zijn dat de oversupply sneller weggewerkt wordt hier in Europa en dat we dan terug een stijgend patroon zullen zien. Mijn insteek op hierop, zou ik zeggen, is dat het dieptepunt ongeveer hem nu ligt. Hoogstwaarschijnlijk gaan we nog verder lage prijzen zien de komende maanden. Maar zeker naar de toekomst toe zullen we hoogstwaarschijnlijk niet veel sterkere correcties gaan krijgen. Behalve misschien nog een beetje voor de kal 21 tegen eind augustus, begin september, wanneer het duidelijk wordt wat de situatie gaat zijn met de stockages. Ja, we zijn er door aan het vliegen. We komen al tot het puntje elektriciteit. Dus daar heb ik verschillende slides over. Ook een paar dingen over onder andere dus de EUA-markt. Dus de emissiemarkt. Daar is een heel sterke stijging gekomen. Dus ik heb al een paar keer aangehaald dat de emissiemarkt eentje is die heel
speculatief is en die heel hard eigenlijk de aandelenmarkten gaat volgen. Met de S&P 500 en andere aandelenmarkten en referenties die sterk gestegen zijn. En we hadden dat gezien in het deeltje macro-economie. Die zijn dan ook, eigenlijk zijn dan ook de emissieprijzen daarmee, daarmee gestegen. We zien wel dat we niet echt komen naar de niveaus van hiervoor. Hè, dus van vorig jaar, waar we tot bijna de 30 euro per ton zijn gegaan. Hoogstwaarschijnlijk zullen we eerder onder de 25 euro per ton blijven. Maar al bij al zijn dit voorspellingen die heel moeilijk te controleren zijn. Om de simpele reden dat dit zo'n speculatieve markt is geworden. Wat ik ook moet vertellen is dat er een proposal is gekomen vanuit de UK om on the back of de Brexit, die inderdaad ook nog altijd bezig is, om hun eigen markt te gaan ontwikkelen. Ze zullen eigenlijk een systeem uitdokteren voor de UK die heel hard lijkt op hetgeen wat men binnen de EU doet, met twee sterke aanpassingen. Namelijk, er zou meteen een floor price komen, dus een minimumprijs voor de certificaten. Dat is ook een beetje om de markt wat richting te geven en dat men niet zomaar volledig terugvalt naar de prijzen van 2018 en daarvoor, van ongeveer 15 pounds per metric ton. Dus ongeveer een equivalent van 16,8 euro per ton. Dus dat zal daar de prijzen dan ook wat gaan ondersteunen. Ze zouden ook geen internationale carbon credits toelaten voor de compliance. Dus het zou wel degelijk altijd certificaten moeten zijn, dus emissiecertificaten moeten zijn dat de bedrijven moeten aankopen. Dus die Certified Emission Reduction, de CERs, zullen hoogstwaarschijnlijk in een mindere mate aanvaard worden. Of zelfs helemaal niet. Dat hangt natuurlijk ook nog vanaf van wat er uiteindelijk zal bevestigd worden. In theorie, volledig in stand-alone. Dus als die volledig als een eiland zou functioneren, zou dat weinig impact moeten hebben op de carbon prices hier op het continent in Europa. Natuurlijk, mocht er een scenario zijn waarbij dat de twee systemen meer gelinkt zouden zijn en dat ook certificaten van op het continent zouden kunnen gebruiken voor UK en vice versa, of dat de prijzen eerder op een of andere manier gelinkt zouden kunnen worden, ja, dan kunnen we natuurlijk wel zien dat er daar een impact zal komen. Het is nog veel te vroeg om te zeggen wat die impact zou zijn, want inderdaad, er wordt nog veel, het is nog veel speculatief, heel speculatief, wat uiteindelijk de finale akkoorden zullen zijn. En hoogstwaarschijnlijk zal ook de economische recessie en eventueel recovery van groot belang zijn om te gaan beslissen wat er daarmee gaat gebeuren. Over kolen toch ook een punt. Dus ja, daar hoef ik niet aan te halen. Zoals je ziet in de grafiek rechtsboven, kolenproductie over heel Europa en dan met name voornamelijk die van Duitsland als zijnde de grootste producent van elektriciteit aan de hand van kolen, heeft een heel, heel, heel zwart jaar. Ook in het algemeen kunnen we gaan zeggen, over heel Europa zien we dit heel duidelijk. Dus we zitten ver onder de range. Kolen is echt wel op de way out. Dat is natuurlijk een gevolg van uiteindelijk zeer lage gasprijzen, gecombineerd met zeer dure CO2-prijzen nog altijd, waardoor dat die kolen niet kunnen competitief zijn. Daarvoor zouden we moeten verder een daling in de kolenprijzen hebben. Je ziet dan ook dat die kolenprijzen onvoldoende gedaald heeft voor China om die te gaan importeren en dus zo ook dat die verder zouden steunen. Dus zien we dat de output die ze zelf hebben, dus hun eigen productie, zelfs ver boven de range van de laatste acht jaar ongeveer komt. Dat zorgt er dan ook voor dat die kolenprijs hoogstwaarschijnlijk niet veel zal kunnen bewegen van waar het op dit moment zit. En hoogstwaarschijnlijk zal dan ook kolencentrales naar de toekomst toe minder en minder in gebruik komen. En dat natuurlijk ook allemaal ten voordele van de energietransitie over heel Europa. Dus dat is eigenlijk een heel mooie manier om te zien dat de noodzaak aan de regulatie niet altijd groot is en dat soms gewoon puur op basis van prijzen dat die energietransitie wordt ingezet. Hè. Dus hoe meer renewables ook, hoe minder dat die CO2 ook emissie ook nodig gaat zijn. Kijken we eventjes naar het algemene aandeel. Dus het is een mooie grafiek van ongeveer de laatste 20 jaar. Nu, 2019-20 staan niet in deze grafiek. Simpelweg omdat de cijfers zijn dan altijd niet volledig van
gekend. Maar we zien toch een gestage stijging aan solar en aan wind generation, die een alsmaar groter aandeel neemt. We gaan straks nog wel focaliseren op andere landen specifiek. We zien bijvoorbeeld in België ook, specifieker dan, dat er opnieuw voor de laatste paar maanden dat er weer nieuwe records worden gezet. Er wordt tot 1347 gigawattuur geproduceerd aan wind, 683 gigawattuur aan solar in België. Ook in Duitsland zien we zelfs dat... mei was niet zo hoog als van april, maar we zien in mei dat er nog altijd een 45% aandeel is aan renewable energy in de totale power generation. Dus dat zijn allemaal mooie, positieve elementen, zou ik zeggen. De grote baseloads daarentegen, als we gaan kijken naar de nucleaire productie, zeker in Frankrijk, zal van een groot belang worden deze winter. Dus EDF had aangekondigd dat er een hoop centrales niet zouden, of eigenlijk een extended maintenance zouden hebben, waardoor natuurlijk de totale nucleaire productie voor de komende maanden heel wat zou beperkt worden. Dat zien we dan ook heel duidelijk als we hier gaan zien de Franse baseload, dat is hier de grafiek in het rood, zien we dat we hadden het dieptepunt in maart gekregen, maar die is eigenlijk mooi al teruggekomen naar niveaus van eind vorig jaar. Hè. Dus zitten terug boven de 45 euro per megawattuur in Frankrijk voor de CAL 21. Kijken we naar de Q4 en de Q21 natuurlijk het meest geïmpacteerd zijn, zien we prijzen tegen aan de 60 euro per megawattuur. Daar is het zelfs zo erg geweest dat zowel de financiële en de fysieke markt op de tradingschermen zelfs gedecoupled zijn, uncoupled zijn van elkaar. Want met andere woorden, voor een Q121 bijvoorbeeld betaal je tot 2 euro voor fysieke elektriciteit meer dan voor een financiële replicatie van die markt. Dit geeft zeker ook zijn effecten weer op de Belgische power, die ook in zekere mate meebeweegt hiermee. Maar je gaat zien dat we daar nog altijd op niveau zitten die eerder aan de lage kant blijven, ook al beginnen de impacten van de Franse powerbeslissingen of van de EDF-beslissingen zich toch ook wat doorwegen. Ook toch een belangrijk element. In begin dit jaar hadden een drietal partijen, dus Total, Direct Energie, Gazelle en Alpiq, force majeure gedeclareerd eind maart op de ARENH-volumes. Dus voor de mensen die er niet mee gekend zijn, ARENH is een systeem waarbij EDF verplicht wordt om nucleaire energie te verkopen, een bepaald volume, 100 terawattuur te verkopen, aan een prijs van 42 euro per megawattuur. En dat die prijs moeten garanderen, ondanks dat de markt eventueel hoger is. Natuurlijk ligt de markt hieronder, wat we natuurlijk gezien hebben vanaf maart, is dat heel wat suppliers, en dan met name die drie, en force majeure hebben gedeclareerd vanwege het coronavirus en de impacten. Want wat men zag natuurlijk is, ze hadden bijvoorbeeld voor 100 gigawattuur ARENH ingekocht bij EDF. Maar jammer genoeg zijn hun klanten niet die volumes aan het consumeren. En dus moeten ze verkopen terug op de day-ahead-markt, die een flink pak lager lag, die dus rond de 15 euro per megawattuur zat. Waardoor dat die hele grote verliezen. En dat is eigenlijk een probleem die men over heel Europa op zowel elektriciteit als gascontracten natuurlijk heeft, met contracten die een flexibiliteit hebben. En daardoor hebben die bedrijven een force majeure gedeclareerd. Die is in de eerste instantie door de CRE, de Franse regulator, door de Council of State allemaal overturnd geweest. Hè, dus dat het niet zou toegelaten worden. Uiteindelijk is dat voor de commerciële rechtbank terechtgekomen, die in Parijs toch beslist heeft dat dit zo zou zijn. En als retaliatie, of als eigenlijk antwoord, heeft EDF dan ook zijn supplycontracten met die suppliers eigenlijk opgezegd. Dus dat betekent dat die suppliers nu op hun eigen zijn om terug de volumes te gaan inkopen. Ze hebben dus eigenlijk hun die nucleus supplycontracten getermineerd met die suppliers. En dat zal natuurlijk wel een probleem zijn, want ondertussen zijn de prijzen terug hard gestegen. Met andere woorden, de meeste contracten, zoals bijvoorbeeld de CAL 21, zit terug boven de 42 euro per megawattuur niveaus. Kijken we dan eventjes naar België, ook specifiek.
Dus daar zijn er toch wat berichten gekomen. De nucleaire productie is toch een klein beetje meer beperkt geworden. We zaten eerder rond de 4 gigawatt daarvoor. Maar nu heeft Tihange 1 aangekondigd dat de restart ervan pas zal gebeuren tegen eind dit jaar. Hè. Dus maar net voor het moment dat de winter hard toeslaat voor het eerste kwartaal van 2021, zal die moeten terugkomen. Dus met de vraag dan, van, zal dat verder zo zijn? Dat betekent dan ook, als we gaan kijken naar de forecast voor deze winter, zien we dan ook dat er hier, zeker in de aanloop voor Q4, ietsje meer een tekort zal zijn. Hopelijk zien we dan ook de andere centrales allemaal terugkomen, namelijk doel 1 is ook een restart die een beetje postponed is. Hopelijk zien we dan dat er dan de meeste centrales allemaal voor het 1 januari 2021 allemaal terugkomen. Dus dat we opnieuw geen problemen zouden hebben op het gebied van nucleaire productie. Op dit moment zijn er nog geen grote problemen, maar we moeten natuurlijk oppassen dat er geen verdere maintenances komen. Het is zoals altijd, we hebben een periode gehad van geen nieuws en goed nieuws, en dan het nieuws die uitkomt, is altijd eerder in de negatieve kant. Positief dan, ik had het al gezegd, dat ik eventjes ging focussen erop. We zien voor 2020 in België, voor de maandelijkse wind en solar generation, dat we terug absolute topniveaus aan het behalen zijn. Dus we zijn zelfs tot boven de 1500 gigawattuur productie aan wind. Samen tellen we zelfs tot 2000 gigawattuur aan productie op maandbasis voor de laatste maand, dus die van mei. Dus dat zijn hele mooie resultaten. 2000 gigawattuur aan elektriciteit, dat is zeker niet om mee weg te lachen. En dit zorgt er dan ook voor, samen met onze CO2-neutrale nucleaire installaties, dat België tot een van de betere leerlingen van de klas behoort ten opzichte van de CO2-kost per megawattuur geproduceerd. Om dan kort te spreken over prijzen, dus ik had het al aangeduid, de elektriciteitsprijzen zijn terug aan de stijgende lijnen gegaan, natuurlijk samen met de CO2-prijzen, maar dan ook, zeker voor België, een beetje in navolging met wat er in Frankrijk aan het gebeuren is. Maar die stijging is veel minder hard. We komen totaal niet terug op de niveaus van eind vorig jaar. Daar zaten we nog altijd een flink pak hoger in de Belgische markten. En dat is zowel geldig voor alle verschillende contracten, als zowel kijk voor de 21, 22, 23 en de 24. Die blijven nog altijd onder de niveaus van eind vorig jaar zitten, of van ja, eigenlijk het gemiddelde van vorig jaar. Ik heb nog één grafiek hierna, waarbij we gaan zien ook wat dat hoe dat de trend eruit ziet op de langere termijn. Maar vooraleer dat we dan ook verder daarop ingaan, nog een keer kort ook de day-ahead bekijken voor België. We zien ook hier hetzelfde verhaal. Mei ziet het laagste niveau van de laatste 8 jaar hier, die ik heb getoond, aan 15,4 euro per megawattuur, gemiddelde day-ahead prijs. Juni zit al direct een pakje hoger. Dat is ook zeker te maken met de lockdowns die van start gaan. Ja, ik zie trouwens heel eventjes mijn excuses. Er was nog een lager moment, dat was namelijk die van april, aan 14,5 euro per megawattuur. Dus juni zien we dat die markt zich al aan het keren is. Dus we gaan terug naar een herstel. Dat is een beetje typisch. Na een extra harde daling zien we vaak een eerste overdreven correctie die dan een klein beetje terugvalt. We hebben exact hetzelfde gezien in 2016, om dan vanaf nu af aan meer een stijgende lijn te gaan zien. Dat betekent dan ook, ook al zien we op de CAL24 toch nog eerder hoge prijzen van 46 euro per megawattuur bijvoorbeeld, min of meer, of voor de CAL23 ook rond die 45 euro per megawattuur. We blijven nog altijd stevig onder niveaus van vroeger. En ook al zien we niet de niveaus van onder de 40 dat iedereen graag zou hebben, zullen we moeten wachten, hoogstwaarschijnlijk, tot er een bevestiging komt van een second wave, dat alles terug toe gaat, dat er terug paniek is, dat er grote pessimisme is. En anders zullen we hoogstwaarschijnlijk dat zien dat die prijzen terug allemaal rechtjes beginnen bewegen richting de 50 euro per megawattuur. Dus opnieuw hetzelfde verhaal. Staan ons niet te veel blind op 2016. We zaten er ook met een CO2-kost van maar 5 euro per ton. Dat gaan we zo meteen zien in de volgende slide. En dit is natuurlijk nu niet het geval. En nu zitten we met prijzen voor de CO2 die boven de 22 euro per ton komen. Zoals beloofd, nog deze laatste slide. Dus eigenlijk met een beetje een overzicht van ongeveer de laatste 10 jaar aan energieprijzen voor Europa. Er zijn heel wat lijntjes. Ik ga een klein beetje doorspreken. We hebben hier allemaal redelijk dicht bij elkaar. Hebben we België, Duitsland en normaal gezien moet Nederland hier ook nog ergens onder zitten. Dus die zitten allemaal heel dicht bij elkaar. Je ziet ondertussen al het effect van de Franse nucleaire beslissingen. Dus daar zijn de prijzen een heel hard gestegen en zijn die zelfs
een flink pak boven de andere landen gekomen. En daarvoor moeten we goed opletten dat zeker ook België niet verder zal zijn elektriciteit zien stijgen in navolging van Frankrijk. Kolenprijzen blijven afzwakken, maar we zitten zeker niet op de niveaus dat we gezien hadden in 2016. CO2-prijs blijft een flink pak hoger dan wat we hadden ook in 2016. Terwijl de gasprijzen heel extreem laag blijven. Het combinatie van dit alles zorgt er dan ook voor dat we hoogstwaarschijnlijk de dieptepunten die we hier hebben gezien van 2016 moeten gelijkstellen met de dieptepunten hier van maart. Hè, van maart 2020. En dat we dus eigenlijk eerder die stijging gaan krijgen. En het zou me dan ook niet verwonderen met al de heisa die er op dit moment geweest rond EDF, dat we terug zo'n spikes kunnen zien tegen het einde van dit jaar op de energiemarkten, op de elektriciteitsmarkten. Waardoor we ofwel nu zullen moeten hedgen, ofwel zullen moeten afwachten tot een periode volgend jaar waar dan misschien terug een terugval kan komen van de elektriciteitsprijzen. Maar over het algemeen lijkt het er nog altijd op dat, zeker voor de komende jaren, dat dit nog altijd mooie niveaus zijn om dingen op vast te leggen. En dat we zeker als rekening houden met het feit dat de CO2-prijs een flink pak gestegen is, dat we eigenlijk nog altijd op zeer laag niveaus elektriciteit aan het vastleggen zijn. Goed, ik hoop dat er nog wat vragen zijn binnengekomen. Ik zie hier al sinds een eerste vraag, Niels. Ja, dankjewel Jurgen voor de zeer interessante analyses. Inderdaad, een vraag over de elektriciteitsmarkt. Dus sinds een paar dagen, en dat zagen we ook heel mooi terug in de grafiek, hè, sinds een paar dagen merken we eigenlijk wel een lichte daling van de prijzen op de elektriciteitsmarkt, op de forwardmarkt. Wat kan de oorzaak hiervan zijn? Ja, die is een beetje dubbel. Hè. Dus we zien langs de ene kant, zoals ik zei, bij gebrek aan fundamentele informatie gaan we voornamelijk kijken naar de fuels en in dit geval dan voornamelijk naar de CO2-markt. De CO2-markt heeft toch een flink pak gecorrigeerd. Hè. We zijn eventjes gegaan naar bijna 24 euro per ton om dan helemaal terug te vallen tot die 22 euro per ton actueel. We zien dat er vrezen zijn voor een tweede golf van besmettingen, waardoor alles weer een beetje verder bedrukt is, waardoor dat die elektriciteitsmarkt terug een klein beetje aan het dalen is. Maar overdreven dalingen zijn dit ook niet. Hè. Natuurlijk, na een dieptepunt bereikt te hebben, zien we altijd dat er een overdreven reactie naar boven toe is, die dan opnieuw moet gecorrigeerd worden naar beneden, om dan terug wat verder stijging te gaan hebben. Dus ik denk dan ook dat we deze huidige daling niet veel verder zullen zien lopen. Oké, okay, dank u wel. Nog een vraag. Ja, de zomer staat voor de deur, dus hopelijk ook mooi weer daarmee gepaard. Een vraag in verband met de productie van zonne-energie. In hoeverre kan dit, of verwachten we, zonder natuurlijk een glazen bol te hebben, dat dit de energieprijzen gaat beïnvloeden, vooral ook op de intraday-markt? Ja, dus op de intraday-markt, zeker. Ja, hoe meer renewables, ik blijf het ook zeggen, hoe meer renewables dat we gaan hebben, hoe meer kansen natuurlijk hebben op negatieve prijzen gedurende een aantal uren op de dag. Hè. Op het moment dat er bijvoorbeeld heel veel wind is en heel veel zon is, kunnen we dan ook het risico hebben dat er komt op negatieve prijzen op de intraday-markt. Maar niet enkel op de intraday-markt, maar dat kan ook al op de day-ahead zijn, zelfs dat we negatieve uren gaan zien. Dat zorgt er dan ook voor dat de bestaande grote baseload-installaties, gascentrales, kolencentrales, okay, die hebben nu wel niet in België meer, de kolencentrales, maar dat de nucleaire en de gascentrales, dat die dan ook een stuk minder rendabel worden. Want die draaien natuurlijk 24 uur. Als er daar een aantal negatieve uren in, ja, dan hebben die minder, want die kunnen ook niet zo snel aan- en uitgezet worden. Gascentrales ietsje meer natuurlijk, maar nucleair zeker niet. Dat betekent dan ook dat die veel meer geld zullen verliezen, veel minder rendabel zijn. Met andere woorden, dat dan ook de kans bestaat dat zo'n centrales meer gaan sluiten en of in de mottenballen worden gezet en zo meer. Waardoor dat die prijzen op andere uren, wanneer dat dan de vraag er wel is, omdat er geen zon is of er geen wind is, dat die urenprijzen gaan stijgen. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat die, waar dat vroeger de intraday-prijzen redelijk... Ja, ze wogen natuurlijk wel mee ten opzichte van de supply van de elektriciteit, maar nog redelijk stabiel blijven, zien we dat die in de intraday-markt alsmaar hectischer en volatieler zullen worden. En meestal zal de gemiddelde spotprijs daarmee ook niet hoger komen te liggen. Eigenlijk wat we nu krijgen met begin dit jaar is eerder uniek,
Want ja, daar komt het voornamelijk vanuit de vraagkant, die zo hard teruggevallen is. Hè, want iedereen werkt van thuis, vele bedrijven zijn gesloten of zijn gesloten geweest. Waardoor die vraagelijkheid een stuk lager lag. Waardoor die day-ahead en die uurprijzen een stuk lager zijn gekomen. Plus, ja, we hebben heel veel renewables gehad. Maar hoe langer deze situatie duurt, hoe meer kans we dan ook krijgen dat de prijzen naar de toekomst toe eerder gaan stijgen. Want centrales gaan gewoon gesloten worden, omdat die niet meer rendabel zijn. Okay, dankjewel. Nog een vraagje, ook wel gelinkt aan de zomermaanden, maar dan meer op de elektriciteit, op de gasmarkt, sorry. Ja. In verband met de geplande toevoer van LNG. Dus ja, welke invloed hebben de zomermaanden op die geplande toevoer en hoe zie je dat verder evolueren? Ja, nu LNG, dat zal van een groot deel afhangen van wat dat China aan het doen is. Hè. Dus om eventjes terug de grafiek erbij te nemen bij het gas. Dus als ik hier kijk naar dus gas, hier LNG-import, dus voor China. Als we hier naar kijken, ja, we zien heel duidelijk dat China massaal terug LNG aan het importeren is. En hele grote volumes ook. Ja, ieder volume dat China kan importeren, pardon, of bereid is om te importeren, die is natuurlijk een volume die niet kan komen richting Europa. Als we dan ook zien dat die Chinese economie verder opleeft, verder van start gaat, en pas op, het is enkel maar China op dit moment in Azië die die heropleving meemaakt. Als we kijken naar de andere landen in China, Japan, Indië, ja, de andere economieën daar in de buurt, die zijn absoluut nog niet op dit niveau. Die zijn nog niet, die zijn nog altijd aan het nog altijd op een laag niveau. Hun economie is nog altijd op een laag pitje aan het draaien. Dus we zien nog altijd dat daar moeilijk is. Maar China, blijkbaar, is terug zwaar energie aan het importeren. Kan dit verder duren? Ja, dan kan het natuurlijk zijn dat er ook LNG minder naar ons toe komt. Tijdens deze zomer vermoed ik dat het er geen groot probleem gaat zijn. Want als er al een keer wat minder cargo's zouden komen naar bij ons, ja, het enige dat we gaan krijgen is dat de stockages ietsje minder snel zullen opgevuld worden. Dus, maar dat is allemaal niet zo erg, want we zijn sowieso al voor onze schedule bezig. Dus dat zal op zich nu niet zo'n grote impact hebben. We zouden al moeten een heel harde opleving of een veel zware vermindering moeten hebben van LNG-gas om hier veel meer effect van te kunnen zien. Oké, dank u wel. Nog eventjes aan het kijken of er nog andere vragen binnengekomen zijn. Als jullie nog vragen hebben, beste deelnemers, dan is nu het moment. Ja, hier hebben we nog een vraagje. In het kader van de negatieve prijzen door wind en zon, is het dan beter om een klein stuk van de volumes niet nu al in te dekken, om daarvan te kunnen profiteren? Ja, nee, absoluut. Dus dat kun je zeker doen. Ik zou zeggen, zeker voor bedrijven die een klein beetje hun consumptie kunnen regelen op zo'n manier dat die op de uren, dus midden op de dag, wanneer de kans op veel zon en veel wind het hoogst is, als die daar een beetje kunnen op spelen en zo hun productie kunnen aanpassen, kun je daar zeker van gaan profiteren. En heb je dan een spot-indexatie, is dat zeker positief. Maar opnieuw, we moeten goed opletten, want we kunnen zeker we gaan meer negatieve prijzen zien. Dat is ook iets wat we trouwens gezien hebben in Duitsland. Maar een gemiddelde van zo'n beweging zal hoogstwaarschijnlijk een stuk lager liggen dan een gemiddelde van zo'n beweging. Omdat je ook die spikes gaat hebben naar de bovenkant toe. Op het moment dat er dan ook geen renewable productie is. En dat is trouwens ook hetgeen dat we gezien hebben de laatste paar jaren. Als je zo de effecten van economische crisis, recessie, zware dalingen op het gebied van olieprijzen of CO2 en zo allemaal zou gaan bekijken, dan ga je eigenlijk zien dat het over het algemeen de day-aheads niet spectaculair veel gedaald zijn samen met de grotere installatie van renewables. Met andere woorden, je kunt wel degelijk lagere uurprijzen hebben of negatieve uurprijzen hebben op bepaalde momenten, maar dat is nog niet gezegd dat de gemiddelde day-ahead-prijs ook zo laag zal komen. Je moet ermee rekening houden dat naar de toekomst toe gaat men goedkope, afbetaalde, cheap baseloads, nucleair, kolen, eventueel gas, al denk ik dan wel niet meteen, maar voornamelijk nucleair en kolen, gaan inwisselen voor duurdere intermittent productie. Ja, dan hoeft het voor mij ook niet moeilijk te zijn dat je inderdaad, ook al kun je op bepaalde momenten door een overvloed aan energie negatieve prijzen zien, ga je
eigenlijk over het algemeen je gemiddelde eigenheidsprijs eerder moet zien stijgen. Dus ik denk voor 2021 bijvoorbeeld dat het misschien nog altijd interessant kan zijn om een deel spot te gaan laten, zeker op liquiditeitsvlak, omdat we dan eventueel kunnen profiteren van nog altijd lagere day-ahead dan wat er nu op de forward wordt verteld. Maar naar de toekomst toe vrees ik ervoor dat hoe meer en verder we gaan kijken, 2023 trouwens, we moeten de eerste nucleaire centrales al beginnen sluiten. Als die er allemaal beginnen uit te gaan en we moeten enkel verder op gas aan nucleaire centrales, dan ga ik mij niet inbeelden dat, ondanks het feit dat je misschien een paar uren negatieve prijzen zult hebben, kan ik mij niet inbeelden dat je heel snel een lagere day-ahead of zelfs algemeen lagere energieprijzen zult hebben. Dus ik zou zeggen, kun je je productie aanpassen om daar bijvoorbeeld in de zomer van te profiteren? Ik zou zeggen, ja, top. Maar over het algemeen denk ik niet dat meer renewables automatisch lagere prijzen zullen betekenen. Misschien de volgende vraag dan, Niels. Ja, inderdaad. Welke evolutie verwacht je specifiek voor de Franse markt? Dus wat zijn de verwachtingen voor de CAL 21? Is het capaciteitsprobleem waar je daarnet over vertelde met betrekking tot het nucleair, is dat al volledig ingerekend in de prijs van dat we nu zien? Ik ga weer een beetje zoals gewoonlijk spreken uit de twee kanten van mijn mond. Nu, op zich, voor de verwachting voor CAL 21 is het feit dat die productie een stuk daalt voor Q4 en zelfs een klein beetje voor Q1 21, zit dat zeker al in de prijs. Nu, je moet wel weten, we zijn nog een aantal maanden voordat die periodes gaan beginnen. Dus dat betekent ook dat er nog altijd verder berichten kunnen komen, bijvoorbeeld van die en die centrale die in december had moeten terugkomen, dat die uiteindelijk opnieuw een uitstel krijgen van 2 of 3 maanden. Waardoor dat die Q1 21 opnieuw zou kunnen doorstijgen. Dus op zich, met de informatie die we nu hebben, is die inderdaad al volledig ingerekend in de prijs. Ik denk niet dat EDF snel zal terugkomen op het aanpassen van die maintenance, zodat er niet ergens een last-minute save by the bell komt of zoiets, waarbij dat de centrales dan toch vroeger terugkomen dan verwacht. Maar dat er wel altijd nog de kans bestaat dat er een verdere verlenging komt van die maintenance. Met andere woorden, dat die prijzen naar Q1 21 of Q2 22 ook zouden kunnen terug doorstijgen. Dus qua algemene tendens, het zal een beetje afwachten worden. De voorspellingen of de aanpassingen van de productieschedules zijn allemaal gebeurd voor Q3, Q4 en Q1 21. Daar zijn de impacten. Als daar nu natuurlijk aanpassingen gaan komen, dan kan het zijn dat we inderdaad terug een verdere stijging gaan krijgen. We mogen ook niet vergeten, als er bijvoorbeeld nu op zich de laatste paar dagen heeft het toch flink wat geregend, dus de hydro zit terug redelijk goed, maar kunnen we opnieuw een hele droge zomer hebben, droger dan normaal, dan kan het goed zijn ook dat de hydroproductie ook een stuk tegenvalt en dan in navolging opnieuw de nucleaire productie tegenvalt. Oké. We krijgen veel vragen, dus dat is heel mooi om te zien. Dank u wel aan alle deelnemers, zeker en vast. Nog een laatste vraag misschien. Verwacht u dat de Apex Spot, dus voor de Apex Spot B, voor 20 juli lager zal zijn of zal uitkomen dan 29 euro per megawattuur? Oei, daarvoor ga ik moeten mijn kristallen bol uithalen natuurlijk. Die 29 euro, ik neem aan dat refereert naar de huidige forwardprijs voor juli 20. En dat natuurlijk de afweging is van, leg ik die vast of ga ik eerder op de spot gaan en het risico te nemen. Nu, die 29 euro, dat is eigenlijk de beste inschatting die de markt op dit moment heeft voor juli 20 van de gemiddelde spotprijs zal zijn. Dus wat is de beste indicatie van wat zal de juli 20 spot zijn? Wel, dat is 29 euro, dat is namelijk de forwardprijs nu. Nu, denk ik dat dit overschat is of onderschat is moeilijk te zeggen. Ik vermoed eerlijk gezegd dat we gedurende juni nog altijd moeite zullen hebben om uit die lockdowns te komen. Dat het altijd minder vlot zal gaan. Dat dus de vraag naar elektriciteit minder hard zal stijgen dan verwacht. Voor juli 20 is het een beetje te vroeg om al uitspraken te gaan doen. Om de simpele reden dat het ook zal afhangen natuurlijk van de totale renewable productie. En op welke manier dat de einde van de lockdowns wordt ingezet. Maar ik denk sowieso, als je kunt elektriciteit vastleggen, nog altijd onder de 30 euro per megawattuur. Dat lijkt mij nog altijd niet zo een slecht idee. Als ik trouwens eventjes terug de day-ahead er ga bijnemen, voor juli 29 euro hebben we nog nooit gezien. Dus je zou vastleggen aan een lagere prijs dan we ooit zouden hebben gezien in de laatste 8 jaar.
Dus op zich ben ik nog altijd niet slecht wetende dat we zelfs in 2016 met de CO2-prijzen van, onder de, van rond de 5 euro per ton, dat we nog boven de 30 euro per megawattuur zaten. Dus ik vraag me dan ook af, ja, in welke mate moeten we nog daar een betere zetting mee hebben? Kan het zijn dat er misschien nog 2 euro vanaf gaat op spot? Ja, zeker, net zoals er ook nog 2 euro kan bijkomen op de spotprijzen. Maar alleszins kan ik zeggen, voor jullie, ik denk dat de 29 euro redelijk correct geprijsd is. Hè. We zien dat die lockdowns terug van op zijn einde komen en dat er daar dus terug een stijging in die day-ahead te verwachten volgt, te verwachten is. Je moet ook niet vergeten, doel 1 is toch ook uitgesteld tot ergens midden juli om pas terug te komen. Dus daar is toch ook een klein beetje minder nucleaire productie. Maar goed, behalve een kristallen bol, ga ik daar niet veel meer over kunnen vertellen. Ik vind het niet zo'n slechte prijs. Maar goed, ja, het kan altijd beter natuurlijk. Oké, dankjewel. Ondertussen is het al 11 uur, dus ik denk dat we stilletjes aan zullen afronden. Alle vragen die toch onbeantwoord zijn gebleven, we zullen dan het antwoord daar nog op formuleren, zodat jullie achteraf nog het antwoord hierop kunnen krijgen. Goed, Jurgen, bedankt. We willen ook graag van deze gelegenheid gebruik maken om ook een vraag te stellen aan jullie, beste luisteraars. Op het scherm verschijnt normaal gezien, als alles goed verloopt, een poll. Gelieve daarin aan te geven of deze webinar aan jullie verwachtingen voldeed. Indien niet, gelieve dan zeker en vast ook jullie suggesties voor verbeteringen via de chat met ons te delen. Voilà. Alvast bedankt voor jullie waardevolle feedback uiteraard. Deze is cruciaal opdat we de webinar verder aan jullie noden kunnen afstemmen in de toekomst. Dan zijn we aan het eind van deze webinar gekomen. Jullie zullen nog een e-mail ontvangen met daarin de opname van deze sessie. De volgende webinar zal plaatsvinden op 22 september. Zoals gebruikelijk zal u van ons uiteraard ook een uitnodiging ontvangen om jullie agenda's tijdig te reserveren. Jurgen, nogmaals bedankt voor de zeer interessante analyses. Aan jullie allemaal ook bedankt voor jullie actieve deelname en vele vragen. We zien jullie graag terug op 22 september bij de volgende Energy Market News webinar. Tot ziens. Dankjewel. Dag.